Uh, deze film gaat over een, uh, een randstedeling die uh, naar Zeeuws Vlaanderen toekomt. En die de opdracht geeft om hier in Zeeuws Vlaanderen zoveel mogelijk windmolens neer te zetten. En het idee is dat uh, hij denkt dat in Zeeuws Vlaanderen een hele grote kale vlakte is. waar het altijd waait, waar bijna niemand woont en waar hele simpele mensen wonen. En zijn opdracht is om zoveel mogelijk windmolens neer te zetten. Maakt niet uit waar, als ze maar neergezet worden. En waarom wilde u juist deze film maken? Ik wil deze film maken om, om een aantal redenen. In eerste instantie is, vind ik dat vlaanderen vlaanderen heel veel te bieden heeft. En veel mensen van buiten de regio weten dat niet. Dus dat wil ik erg graag door middel van een film ook laten zien. En een tweede reden is omdat we in zeeuws vlaanderen toch met een, een ontzettende vergrijzing zitten, dat we er alles aan moeten doen om mensen van buiten de regio ook te attenderen op de mogelijkheden om hier te wonen, te recreëren en te verblijven. Die zien dat volgens u onvoldoende? Ik denk het wel. Ik heb dat ervaren met mijn werk als communicatieman. Uh, ik heb, ben vaak uh, buiten Zeeland geweest. Ik moest altijd uitleggen dat ik in zuid vlaanderen woonde. En dan begrepen ze niet van, ja, wat, wat, wat zit je nou in die uithoek daar te doen. En als ze dan hier kwamen, hadden ze toch een heel ander beeld gekregen van de regio. En dat wil ik eigenlijk met deze film ook uh, zien te realiseren. U heeft geen achtergrond als uh, scenario schrijver of filmmaker? Nee, ik, ben, uh, ik heb dertig uh, jaar lang een communicatiebureau gehad. En ik had, ik had geen ervaring met film. Wel met verhalen schrijven, maar niet met filmverhalen schrijven. Dus ik heb ook laten begeleiden door mensen uit de filmwereld. die mee mijn verhaal hebben ge, ja, geschreven ook. Ja, en dan uiteindelijk moet u natuurlijk een producent vinden en een regisseur. Hoe heeft u die mensen gevonden? Nou ja, ik ben mijn verhaal dus op een gegeven moment uh, naar de producenten toegestapt. En ik had redelijk snel had ik dus geluk dat uh, Matthijs Verheijningen, een van de bekendste producenten in Nederland, die mijn verhaal zag. En die zei: van, nou, Ik vind het een fantastisch verhaal, dit moet gerealiseerd worden. En wie is die regisseur? Dat is uh, Eddie Terstal. Eddie Terstal is uh, Gouden Calvinaar, Hij uh, heeft onder andere met uh, de film. Uh... Simon heeft die Gouden Kalver gewonnen. En die gaat het samen met Erik Wunsch doen. Erik Wunsch is een uh, oud reclame man die in de filmwereld, vijf jaar geleden in de filmwereld is gestapt. En uh, die twee gaan het samen regisseren. En ik ben ontzettend blij met dat koppel, want het zijn gewoon erg goede mensen. En waren dit niet ook een beetje de Houterne mensen uit de Randstad? Nou, ik heb ze mee naar hier genomen voordat ze, voordat ze ja zeiden. Dus op een gegeven moment heb ik ze een week lang, ben ik hier door Zeevlaanderen Vlaanderen met hun gegaan. En toen op een gegeven moment hebben ze gezien: van nou, we snappen je verhaal, we snappen de bedoeling. En wij willen dat erg graag maken. Nu is het de bedoeling enerzijds van deze film ook ja, een klein beetje om de streek te promoten. Ziet u het dan eigenlijk voor zich dat dit vooral een film is die heel veel bezoekers moet trekken buiten zeus vlaanderen Ja, het moet met name van mensen van buiten zeus vlaanderen moeten inderdaad door die film gezien te hebben, moeten ze zeggen van wauw, mooi film, maar ik wil daar ook wel eens naartoe. En hadden ze bij het maken van de film van Michiel de Ruiter ook een beetje dat idee van, hè, ja. er gaan nu heel veel mensen richting Walcheren komen, dat is achteraf toch een beetje tegengevallen? Heeft u daar ook over nagedacht? Uh, ja, maar in die zin, uh, deze film speelt in deze tijd. Dus uh, wat je in de film ziet, is het Zeeuw Slaanderen van nu. He, als, je, als je kijkt naar de, de film Michiel de Ruiter, prima film. Maar dat is natuurlijk een film van, nou ja, van honderden jaren geleden in feite. Dus je ziet daar niet zo herkenbaar die, 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 die beelden terug. Dus, en dat zul je dus bij deze film wel zien. En kunt u al iets zeggen over de hoofdrolspelers, wie de acteurs gaan worden? Uh, wie het uiteindelijk zullen worden, wordt pas op het moment dat, dat we weten dat de film doorgaat, dan pas. Beslissen we die of die of die uh, gaan we benaderen. Daarnaast is er één bekende zeus die een bijrol heeft, en dat is uh, Sergio Herman. Dus daar zijn we ook erg blij mee dat hij uh, een, rol, een bijrol wil spelen. Het is niet geheel toevallig, denk ik. Ik zal toch ook wel een klein beetje publiekstrekker zijn, hè? Zeker weten, zeker weten. Bekende Nederlander geworden.